Hallo en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Mark en we zijn vandaag op een heel nat, druilerig, koud, depressief station Venlo. En we zijn hier weer omdat het station redelijk dicht bij mij in de buurt ligt. Het ligt aan de grens met Duitsland, met Kaldenkirchen. Het mooie daarvan is, hier komen wel eens ooit vaker bijzondere treinen. Je ziet hier wel eens ooit vaker de ICE erheen rijden. Arriva die rijdt hier met haar lintjes, net zoals achter mij. De internationale Flirt 1 van de Eurobahn die rijdt hier naar Ham HBF. Als er nieuwe treinen komen, dan komen ze wel eens ooit hier over de grens. Daarom ben ik vandaag hier. De vorige keer dat ik hier was, kwamen er twee splitsplinter nieuwe SNG's hier de grens over. Daarvoor ben ik even hier geweest, omdat ik dat even wilde filmen. Maar wat er vandaag hier over de grens heen komt, dat is wel heel erg bijzonder. En waarom is het heel erg bijzonder? Om een aantal redenen. Het is namelijk zo dat het bedrijf Stadler, een van mijn favoriete bedrijven, een nieuw type trein hier de grens over kan brengen voor een bestelling van Arriva. Ook een van mijn favoriete bedrijven. En wat daar nog weer extra bijzonder aan is, is niet dat het de eerste van dat type trein, namelijk de WINK, dat staat voor Wandelbare Innovatieve Naverkeerskortzug. En dat wil eigenlijk zeggen dat het een modulair platform is voor kort verkeer. Maar wat is nou zo bijzonder aan die trein? Het is niet alleen de eerste in Nederland. Het is de eerste opdracht überhaupt die ooit geleverd gaat worden vanuit Stadler. Arriva Nederland is namelijk de allereerste die de WINK heeft besteld. Die worden dus nu uitgeleverd. De allereerste treinen, de eerste drie, die worden vandaag hier in Venlo over de grens gebracht. En gaan dan naar Amersfoort toe. Even wat leuke feitjes over de WINK. Als ik de letterlijke vertaling van WINK, die afkorting, als ik dat lees, hier staat er converteerbare, innovatieve, korte stoptrein. Dat is eigenlijk waar het concept op baseert. Wat wel bijzonder is van deze trein, van de WINK, hij is namelijk leverbaar met, je kunt hem namelijk laten rijden op diesel, je kunt hem laten rijden op gehydrolyseerde plantenolie, als ik het goed begrepen heb. Correct me if I'm wrong, daar zijn de comments voor. Daar kun je hem op laten rijden. Je kunt hem laten rijden op de bovenleiding, gewoon met een pantograaf. En dan zitten accu's in. Nou weet ik zelf persoonlijk niet zo goed hoe dat met die accu's in zijn werk gaat. Want volgens mij, als je een keertje goed gas geeft, dan kom je één station ver en dan zijn je accu's leeg. Heb ik het idee? Daar ga ik nog wel een keertje achter komen. Het is echt niet de laatste keer dat ik deze WINK-treinen ga filmen, want ik vind ze echt super mooi. Ik heb er namelijk al wat plaatjes over gezien. Ik ben wel eens benieuwd hoe ze er dadelijk uitzien in het echt. In totaal hebben ze een capaciteit van zo ongeveer 275 personen, waarvan ongeveer 150 zitplaatsen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe dat het geheel in elkaar zit. De indeling kan natuurlijk, het is modulair, dus het kan op een eigen manier ingedeeld worden. Het begint trouwens ook weer te regenen. Ja, het is een beetje, het lijkt wel herfst. Zo koud en zo miserig is het. We laten ons niet uit het veld slaan. We gaan gewoon hier blijven. Ondertussen kunnen we namelijk nog wel het een en ander spotten. Er komen hier nog steeds firms. Arriva die rijdt hier de hele dag af en aan. Dus we kunnen genoeg hier zien. En ondertussen kunnen we lekker broodjes eten en koffie drinken. Er is op dit moment qua bezoekers, qua reizigers, als ik zo even over de camera heen kijk, is er bijna niemand. Het is echt zwaar desolaat hier. Zelfs vanuit de Duitse treinen komt er bijna niemand binnen. Het meeste wat ik volgens mij gezien heb, was iets van 25 mensen of zo. Zo tussendoor gebeurt er van alles hier. Er komen treinen van Stadler, namelijk GTW's, elektrische GTW's, diesel GTW's. Flirts vanuit het zuiden van Limburg komen hier naartoe voor onderhoud op de werkplaats in Blerik. En zo blijft het eigenlijk een beetje de hele tijd af en aan lopen. Goed, we gaan dus even hier op het station nog even wat rondkijken. We gaan nog wat filmmateriaal en wat flirtjes en weet ik wat allemaal filmen en fotograferen. En zodra als ze binnen zijn, ben ik bij jullie terug. Kijk, en zo gaat het hier zo ongeveer de hele dag. De ene Arriva
trein vertrekt richting Nijmegen en de andere die komt over de brug bij Blerik alweer binnen. En achter mij staat een firm die weer in gereedheid gebracht wordt. Deze gaat zo meteen weer naar Schiphol Airport. Zo, nog altijd op station Venlo. Het is inmiddels 11:40, dus of 11:50 voor de mensen boven in Nederland. Het is inmiddels gestopt met regenen, alhoewel als ik zo hier de lucht zo zie, dan verwacht ik dat er nog wel het een en ander regen gaat vallen. We zijn nog steeds een beetje rond aan het kijken. We hebben wat leuke dingetjes gezien hier, namelijk een elektrische GTW, een tweetje. Die werd getrokken door een diesel GTW. Die ging richting de werkplaats. Was wel grappig. Hij kwam op eigen kracht, reed hij richting het opstelterrein. Dus richting Duitsland, richting Venlo grens. En toen kwam hij op een gegeven moment als aanhanger, als sleeptouw, kwam hij mee terug naar richting de stad naar werkplaats. Dus waarschijnlijk iets van een testreetje of zo. Als dat vaker gebeurt, ik had het zelf nog nooit gezien. Ik vond het wel apart. En wat hier op de achtergrond staat, wat ik ook wel redelijk bijzonder vind, is een complete trein van HSL. Met Pannonia rijtuigen met bioethanol erin. En het mooie daarvan is, ik zal wel even laten zien. De trein is helemaal, van voor tot achter, zijn het allemaal exact dezelfde rijtuigen. Ze zijn ook nog vrij nieuw. Het is ook wel best wel uniek. Ik heb zelf eigenlijk niet heel vaak een trein gezien met bioethanol. Dus voor mij weer een nieuwe ontdekking. Mensen die hier vaker komen, die zullen dit waarschijnlijk vaker gezien hebben. En ja, voor de rest is het heel erg veel firm en GTW'tjes die hier de hele dag rijden. Mocht er nog wat moois voorbij komen, dan ga ik dat zeker filmen. We hebben nog ongeveer een 2 uurtjes, zoiets. Ik heb in ieder geval al bericht gekregen dat om 13:38, dan moet hij als goed is hier in Venlo aankomen, de wink. Dan wordt hij omgekoppeld en dan gaat hij op een gegeven moment dan gaat hij verder door naar Amersfoort toe. Goed, we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze eruit zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaan zijn. Arriva heeft ons eigenlijk uitgedaagd om spot de trein. Dus de trein te spotten. En dat wil dus zeggen, maak een hele mooie foto of maak een hele mooie video. En ja, zodoende ben ik dus vandaag dus ook hier. Daarmee kun je namelijk een leuke prijs winnen. En dat is een exclusieve VIP rondtour binnen in de trein zelf, zeg maar. Dus mocht je dan, mochten de reizigers nog niet met de trein mee mogen, dan mag je met een van de andere 2 winnaars mag je dan als eerste in die trein rondgelopen. Dat zou natuurlijk voor mij wel een hele leuke video zijn, aangezien ik heel graag nieuwe dingetjes laat zien, nieuwe treinen. Het is Arriva, het is Stadler, voor mij kan het niet idealer. Dus we gaan nog even rondkijken en dan gaan we hopelijk zo snel mogelijk de nieuwe wink zien. Even naar de andere kant van het station gelopen, namelijk naar het busstation wat hoort bij station Venlo. Iets wat ik zelf nog niet gezien had, ze hebben hier bij het busstation hebben ze een wachtzone en een uitstapzone gemaakt. Dus de bussen die stoppen hier normaal altijd, zoals deze bus. Dan kunnen de mensen uitstappen. Je mag dus niet over de roze lijn om als je hier aan het wachten bent. 2 hours later. Inmiddels alweer een tijdje verder en het komt momenteel echt met bakken uit de lucht. Het is wel zo dat de trein een beetje vertraging heeft. Het transport heeft iets vertraging opgelopen, misschien ook wel door de regen. Het is in ieder geval zo dat het zou eigenlijk precies op het moment dat hij hier binnenkomt, zou het regenen. En doordat hij nou een beetje vertraagd is, zou het weer droog zijn. Dus hopelijk krijgen we een paar mooie zonnige beelden. Wordt het mooi zonnig voordat hij binnenkomt. We wachten af. Het is nu nog ongeveer een uurtje wachten. 12 seconds later. Zo, ik ben een klein beetje buiten adem. Het heeft een hele goede reden. En ik ben namelijk op station Blerik nu. Zojuist even van de materieelbeheerder, een van de materieelbeheerders, te horen gekregen dat de wink, dat de Structonlok met de 3 winkvoertuigen of treinen aan te komen op spoor 15 in Venlo. En dat is midden op het opstelterrein.
Nou is het zo dat daar best wel veel goederentreinen komen. Er komen best wel veel ander materieel. De kans dat die trein, dat er een goederentrein voor die winkels kwam te staan, vond ik een beetje te riskant. Dus ik ben even verkast naar station Blerik. Hij wordt hier ongeveer rond 2:30 wordt hij hier verwacht, met z'n 2:30 in Venlo. Dat zal ietsjes later zijn, omdat het regulier verkeer dan ook ongeveer rijdt. Dus we wachten hier rustig even af. Het is nu, even klokspieken, iets over 2:30. Dus hij zou nu ongeveer in Venlo moeten zijn. En ik ben naar station Blerik toe gegaan, omdat hier maar 4 sporen liggen. Het voordeel ervan is, dan kan ik hem zeker van dichtbij filmen. En dat wil ik graag. Hier blijft hij dan ook niet stilstaan. Voor zover ik weet, hij komt dus alleen langs rijden. Dat is wel een beetje jammer, dus we kunnen hem niet heel super goed bekijken. Maar dat zal in de nabije toekomst nog wel kunnen. Maar we gaan dus even rustig afwachten. Zodra als hij eraan komt, dan gaan we hem even filmen. Ik ben erg benieuwd hoe ze er echt uitzien. Volgens mij moeten ze echt super mooi zijn. Jezus, criminelen, wat duurt wachten toch altijd lang. Maar het positieve is, het is weer lekker droog. We zijn nog steeds aan het wachten op de winks. De 3 winkies, de 3 tinkie winkies. Zo mensen, ik presenteer u de nieuwe Stadler Wink van Arriva. Zo, en daar zitten we dan. Weer in de auto. Ja, daar was hij dan. 3 nieuwe Wink treinstellen van Arriva. Ik heb ze gelukkigerwijs hier in Blerik mooi in de zon kunnen zien schitteren. Want we hebben het net het geluk gehad dat er een klein stukje lucht mooi open brak. Geen regen, mooi in het zonnetje. Ja, zoals ik al zei, zijn ze wel heel snel voorbij gekomen. Hij kwam gewoon vol gas kwam hij voorbij vliegen. Dat was dus wel een beetje jammer. Maar Jezus Christus, wat zijn die dingen mooi in het licht. Die frisse blauw-groene kleur die je ziet. Wauw, wat vet. Echt zo gaaf. Ik ben erg blij. Ik heb er vanaf vanmorgen 9 uur en het is nu bijna 4 uur. Dus ik heb er 7 uurtjes op staan wachten ongeveer op een trein die in 20 seconden voorbij kwam. Het was het wel heel erg waard. Ik ga proberen zo snel mogelijk nog weer meerdere video's hiervan te maken als we dadelijk een keertje de testritten gaan rijden. Want ja, die dingen zijn echt gaaf. Ik ben sowieso al heel erg fan van Arriva en van Stadler. Maar dit is wel een heel geslaagd project. Echt een heel geslaagd project. In ieder geval, ik sluit de video hier af. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Ciao.